Ja, dames en heren, de wedstrijd Altena Neo 25 is afgelopen. 2-1 voor Altena. Ik denk ook wel dik verdiend. Ja, trainer Richard van Gilt, zeker het eerste half uur mooi wel dik en dik tevreden geweest zijn over je manschappen. Nou, eerste half uur is zeker. Ik denk dat je dan gewoon 3-4-0, ja, dat klinkt misschien heel arrogant, maar gewoon 3-4-0 voor me staan en dan is de wedstrijd gespeeld. Alleen daarna, na die tegengoal, ja, was ik niet tevreden. Daarna hebben we niet meer, het tweede gedeelte van de eerste helft niet gevoetbald. En de tweede helft was helemaal van beide kanten niet echt best. Maar krijg je toch alweer de kans om het eerder te beslissen. Dan krijg je vanzelf meer rust in je team. Maar ja, het is ook zo, als je dan toch deze wedstrijd wint, ook al speel je niet goed. Ja, normaal speelden we dan gelijk of verloren we hem. En nu win je hem. Dus dat geeft ook alweer een teken af van je ploeg. Dus daar hebben we toch weer stappen in gemaakt. Nou, inderdaad, je hebt de weg weer voortgezet waar je mee gestopt bent. Want je had voor de winterstop 4 wedstrijden elkaar gewonnen. Vandaag moet je ook, en ik zeg, als je het eerste helft ziet, zeker het eerste half uur, laat ik het daarover hebben. Je doet je eigen tekort eigenlijk met 2-0. Schitterend voetbal, alles sloot aan. Je krijgt het tegendoelpunt en ja, dan is het in één keer weg. Hoewel ik moet wel zeggen, nee, we hebben bijna geen kansen gehad. Nee, ja, ik kan het ook niet inschatten. Mensen zeggen ook dat het de buitenspel was. En onze grensrechter is normaal altijd wel een heerlijke vlagger. En die zei ook, ja, het is gewoon echt buitenspel. Maar ja, dan nog vind ik, kom je dan 2-1 en dan kan je even een tegenslag hebben. Dat kan even 5 minuten duren, maar dat duurde nou wel erg lang, vond ik. En vooral omdat je ervoor zo goed speelde. Dus dan zou je zeggen, oké, even tegenslag, dat kan, maar pik het daarna weer op. Maar ik vind wel, uiteindelijk als je ziet hoe je met z'n allen geknokt hebt, ook met de wissels erbij. En ik denk ook als je kijkt, ja, wat hebben ze tweede helft voor kansen zelf gekregen? Nee, dat vind ik niet echt veel. En ik denk dat wij er nog wel 2-3 hebben gehad. Maak je dan die marge weer 2 en dan krijg je weer een beetje rust in je elftal. En dan, maar vooral wat je zegt, de eerste fase, ja, als je jezelf beloont 3-4-0, ja, dan is de wedstrijd gespeeld. Ja, ik denk het wel maar even later opviel zijn nadat die 2-1 was. Ik krijg ook van die slordigheden. Een beetje achterin ook een paar keer een bal wegspelen. Ja, dat was niet nodig. Nee, dan gaat ik weet ook niet meer vandaan komen. Het leek wel dat er een beetje angst in kwam. Terwijl wat je net ook zelf zegt, je speelde gewoon hartstikke goed het eerste half uur. En dan, dat verschil is wel eens moeilijk te verklaren, moet ik zeggen. Maar aan de andere kant, je wint deze wedstrijd. Wat je net zegt, je start weer goed net na de winter. Het is toch altijd moeilijk om weer te beginnen. Want je weet toch nooit na zo'n korte voorbereiding waar je staat. En Neo is ook, ja, misschien ook geen verkeerd ploegje, hè, laten we eerlijk zijn. Dus blij met de 3 punten. En de volgende week hebben we GDC. Dus, Ik wens je in ieder geval veel sterkte, Richard, en je doet volop mee voor de tweede periode. Nou ja, het zal mooi zijn. Ik zeg, nou, je hebt nu 4 wedstrijden gewonnen in de tweede periode. En ja, als je daar mee kan doen, hè, dat is toch wel een doel om in ieder geval bij de bovenste plaats en sowieso na competitie te spelen. Nou, wat verliest nou ook voor het eerst. Dus bij Sparta 30, dus je weet nooit hoe de competitie gaat lopen. Je. Maar het is nog ver weg. Maar laten we ons richten op na competitie halen en dan hebben we in ieder geval nog een mooi toetje. Ik wens je veel succes, hè? En bedankt. Dankjewel. Hey, dankjewel, ja. Ja, het teamleider Tom Kes van Neo 25, want Antoine van der Pelt, de trainer, is behoorlijk grieperig. Eerst half uur hadden jullie niks in te brengen eigenlijk. Nee, het eerste kansje was volgens mij wel voor ons, maar daarna hadden we het gewoon heel moeilijk. Eigen doelpunt, en daarna hebben we het, heel de eerste helft was duidelijk voor Altena. Ja, dat klopt. En dan komen jullie op 2-1. Ja, en dan blijf je toch het eind toe, kun je erin blijven geloven. Nou ja, dat was ook de bedoeling natuurlijk. Ik denk dat ze jongens ook alles gegeven hebben en alles geprobeerd hebben in de tweede helft. Alleen eigenlijk te weinig kans afgedwongen in de tweede helft om echt aanspraak te maken op het gelijke spel. Uitgezond die laatste scrimmage in de laatste paar minuten. Ja, dat klopt, want de kansen die er nog in de tweede helft kwamen waren eigenlijk voor Altena. Ook niet de grote meer, maar er waren er nog een paar kansjes. En jullie gingen wel met drang naar voren toe, maar er kwam echt niet zoveel uit op die laatste paar minuten naar. Ja, klopt, helemaal mee eens. Te weinig afgedwongen om echt aanspraak te maken op een puntje. Oké, nou ja, nou weer op naar de volgende wedstrijd en kijken of je het weer beter kan doen, hè? Gaan we doen. Oké, bedankt, hè? Ja, graag gedaan, hè.